Royal Steensma is al 175 jaar een van de grootste producenten en toeleveranciers van hoogwaardige grondstoffen voor brood- en banketbakkerijen. Ze richten zich echter niet alleen op de ambachtelijke bakkers, maar leveren ook aan de retail en de industrie. Voor hun receptuur en kwaliteitsbeheer maken ze al 12 jaar lang gebruik van de software van Adifo. Wessel Wups, plantmanager bij Royal Steensma, legt uit welke meerwaarde deze software biedt voor hun bedrijf. Ik kan me nou uiteraard nog wel goed herinneren hoe die keuze toen is tot stand gekomen. En dat is voornamelijk ook te maken met de inpasbaarheid met ons ERP-pakket. En dat moest goed op elkaar aansluiten. Dus database-overdracht en dergelijke. Verder moest het pakket zijn die heel goed gebruikt kon worden voor onze QA-afdeling voor het maken van specificaties. Maar aan de andere kant ook voor receptuurbeheer. Dus voor onze afdeling R&D moest daar snel en op een consequente manier recepten kunnen ontwikkelen. We hebben veel meer langere ervaring met het product Recipe Management. En dat vormt op dit moment al lange tijd een heel belangrijk pakket. Voor, met name ook voor QA, voor het opstellen van de juiste specificaties en ook op een consequente manier wordt gedaan. LIMS hebben we nog maar een aantal jaren ervaring mee. De vraag voor LIMS werd ingegeven door het feit dat we groter zijn geworden als Royal Steensma, maar meerdere bedrijven hebben. En we willen eigenlijk op een uniforme manier de gegevensverwerking van laboratoriumcijfers, analyses enzovoort die worden gedaan op een uniforme manier verwerken. Heel prettig. We hebben verschillende partijen te maken gehad dat wel, maar het was ook wel prettig dat je inderdaad wel steeds bij dezelfde persoon uitkomt die bij wijze van spreken een half woord voldoende heeft om te begrijpen wat we bedoelen. En dat is heel erg belangrijk. Dat je een partij achter je hebt staan die wel groot genoeg is om producten te onderhouden, maar ook klein genoeg is om de individuele mensen op locatie te kennen. We hebben heel veel grondstoffen te verwerken. Het gaat om heel veel producten die wij inkopen en waar wij allemaal eindproducten van maken. En daar is nu nog een keer een multiplier zit erin naar je eindproducten toe. Dus we hebben ook heel veel recepten te beheren. Dus dat kan niet anders. Je moet dat gewoon op een automatisch systeem, op een automatische manier, goed in grip hebben. Dat is heel erg belangrijk dat wij, dat je een pakket hebt die daar heel goed mee om kunt gaan. En uiteindelijk is het beste meest uit de bus gekomen als beste pakket.